Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In dit deel van deze aflevering praten we met Henk John Gucherit. Hij is de CEO van de Suriname Investment and Trade Agency, CITA dus. We gaan praten met hem over het belang van CITA bij het bevorderen van de Surinaamse economie. Blijft u kijken. Nogmaals, welkom meneer Gucherit in ons programma In Gesprek Met. Ik zal gelijk met de deur in huis vallen. Wat is CITA? Dank u wel, mevrouw Marknak. Nou ja, CITA staat voor Suriname Investment and Trade Agency. De naam zegt het al. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die helpt om buitenlandse investeerders naar Suriname te halen. En tegelijkertijd export te bevorderen van lokale partijen. We zijn, wat ik al zei, onafhankelijk. Het is een project van in principe 5 jaar financieel ondersteund door de IDB. En daarna moeten we zelf onze financiën op orde hebben, dat we de IDB niet meer nodig hebben. We werken wel volgens een presidentieel decreet. We opereren onder het mandaat van het ministerie van Bibus. Maar ik stress nogmaals, we zijn wel onafhankelijk. Oké. En wanneer zijn jullie begonnen met CITA? Ja, zoals u weet dat het vaker gaat, we bestaan juridisch al een tijdje, maar echt effectief operationeel is eigenlijk pas vanaf begin dit jaar. Oké. En eigenlijk moet u Suriname dus gaan verkopen voor de buitenlandse markt en ondersteunen dus op de binnenlandse markt waar het nodig is. Ja. Als we kijken naar de mogelijkheden die we in Suriname hebben, hoe brengen jullie dat naar buiten? Nou, de mogelijkheden zijn enorm. Omdat we pas zijn begonnen, zijn we nog een beetje reactief, maar we worden steeds meer proactief. Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze website, cita.sr, dan zie je wat we doen, hoe we het doen en bijvoorbeeld dat we ons toeleggen op 4 sectoren waarvan we denken dat we sterk zijn en iets te bieden hebben. De eerste is agribusiness, de tweede is natural resources, de derde is business services en de vierde is ecotourisme. En dat doen we natuurlijk door naar buiten te treden, bijvoorbeeld via trade missions en summits, maar ook door buitenlandse investeerders proactief te benaderen. Ik weet wel dat jullie pas zijn begonnen, maar zijn er al projecten die jullie lopende hebben? Absoluut, er is heel veel in de pijplijn. Suriname is echt wel populair. Dat komt, als we het nou leuk vinden of niet, vanwege de oil and gas. Oil and gas heeft Suriname op de kaart gezet. Daar wil ik straks wat meer over zeggen, maar wij bij CITA ons niet heel erg met oil and gas bemoeien. Dat laten we meer over aan staatsolie. Maar er zijn natuurlijk raakvlakken, zeker wat betreft carbon credits. Heel wat projecten lopen, dus heel veel interesse, breed. Uit de landbouw, uit biomass, medicijnen. Heel veel uit India, Brazilië, nee, er is heel veel aanvraag en er lopen al concrete projecten. Oké, en ik hoor bijvoorbeeld nu pas van CITA, dus hoe brengen jullie dat naar de Surinaamse ondernemers die dus bijvoorbeeld willen exporteren? Ja, dat doen we op verschillende manieren. We hebben nauw contact met de vertegenwoordigers van de particuliere sector. Bijvoorbeeld de Vereniging van het Surinaamse Bedrijfsleven hebben we nauw contact mee. We organiseren events. Hè. Als ik mag, wil ik even 2 events noemen. Ja. We hebben op 24 juli in Asuria hebben wij een event. Dat gaat over Connect Americas. Dat is weer een project dat we samen doen met de IDB. Ik nodig iedereen uit om zich aan te melden. Ga kijken naar cita.sr. Dat wordt een heel groot event. Connect Americas is een global platform waar alle Surinaamse exporteurs zich kunnen aanmelden. Dat is 1 event. Een ander event is van de Export Readiness Initiative. Mm-hmm. Ook weer op cita.sr. Meld je aan, KMO's of SME's. De deadline voor die is 18 juli, dus morgen. En dat is een event, weer ondersteund door de IDB, waarbij we een aantal ondernemers helpen echt van A tot Z wanneer het gaat om hoe ga je internationaal je product of dienst aanbieden. En stel, mensen hebben dus die events gemist, kunnen ze gewoon binnenstappen hier en vragen naar informatie en begeleiding? Nou, zo simpel is het niet. Ik wil niet zeggen binnenvallen. Men maakt altijd de grap, we zijn geen bananenwinkel, dat zijn we zeker niet. Als het gaat om buitenlandse investeerders, dan doen we het heel strak. Die moeten eerst, nadat ze contact hebben gelegd via de website of hoe dan ook, moeten ze een formulier invullen. En op basis van het formulier doen wij dan een stevige due diligence, want we halen niet zomaar iedereen binnen. En als ze door de due diligence komen, dan gaan we ze helpen met alles wat een buitenlandse investeerder nodig heeft.
voor ondernemers die lokaal willen exporteren, hetzelfde verhaal. Meld je aan, je kunt bellen, je kunt een mail sturen, je kunt je ons vinden via bijvoorbeeld de VSB of andere organisaties die het bedrijfsleven vertegenwoordigen. En dan gaan we helpen. We hebben laatst bijvoorbeeld iemand geholpen met het kersenproject om te exporteren. Dus ja, iedereen is welkom, maar niet gewoon binnenlopen alsjeblieft. Oké. En behalve de projecten die komen voor awareness en wat CITA eigenlijk doet, zijn er lopende projecten voor bijvoorbeeld investeerders die hier in Suriname willen komen? Absoluut. Ze hebben begonnen met een Indiase partij. Die is hier gekomen en wat zij nu bijvoorbeeld doen is medicijnen leveren aan Suriname sneller en goedkoper. Nou, die zijn zo tevreden met hoe wij hun hebben begeleid en nu komen ze weer naar Suriname. As a matter of fact, ze komen vandaag aan. En die gaan kijken om twee grote projecten te doen. Eentje mag ik niet noemen, maar dat misschien wat gevoelig ligt. Maar die andere wel is dat ze bijvoorbeeld wel hier een fabriek beginnen voor insuline. Maar de insuline is dan niet voor de Surinaamse markt, maar voor de wereldwijde markt. Insulinevloeistof. Oké. En kan ik vragen waarom niet voor de Surinaamse markt? Suriname is te klein, dus dat zeg ik. Dus wat, Suriname is heel interessant als regionale hub. We hebben jonge mensen die hooggeschoold zijn. We zijn regionaal goed gepositioneerd. We zijn bevriend met de Caribische landen en met Latijns-Amerika. Dus zo'n partij komt naar Suriname om hier te produceren. Maar je gaat niet een product hier produceren op global level voor 700.000 man. Dus Suriname is dan de hub en exporteren ze naar het Caribisch gebied of naar Latijns-Amerika. Oké. En als we kijken naar dus de bijdrage die CITA kan leveren aan de economische ontwikkeling van Suriname, hoe zou u een beeld daarover schetsen? Die bijdrage is gigantisch. Ik zal één voorbeeld geven. We zijn bezig met een partij uit Maleisië. Die komen hier om pellets te produceren voor bio-energie. Nou, de details zijn niet zo relevant, maar die komen hier. En over een periode van 5 jaar investeren ze 600 miljoen in Suriname. En creëren ze ongeveer 2000 arbeidsplaatsen. En hebben natuurlijk de toeleveringsenergie. Dus het gaat veel verder dan geld. Het gaat over ondernemerschap, het gaat over arbeidsplaatsen en het gaat over investment. Hoe verzekerd zijn de Surinamers dat deze bedrijven voor een lang termijn blijven? Ja, kijk, twee dingen. Het begint bij due diligence. CITA is de one single window. Alle buitenlandse investeerders die naar Suriname willen komen, moeten via CITA. En we begeleiden ze van A tot Z, maar waar we mee beginnen is een stevige due diligence. Dus wij zijn niet geïnteresseerd in avonturiers, maar niet geïnteresseerd in political friends and family. Bij CITA hanteren we een zero tolerance wanneer het gaat om corruptie. Dus dat is één. En daarnaast, als de partijen komen, ga je langer termijn contracten aan, bijvoorbeeld als het gaat om tax incentives. Je moet wat geven, toch? U zei net al, we verkopen Suriname. Die investeerders komen naar Suriname met hun private jet en ze vliegen door naar Georgetown. Dus je moet een competitive bid brengen. Nou, als die competitive bid bijvoorbeeld ingekaderd is in tax incentives voor 5 jaar, dan weet je dat ze in ieder geval 5 jaar blijven. Dus zo proberen we daar continuïteit en duurzaamheid aan te koppelen. Is CITA ook een bedrijf op ondernemerschap in Suriname te bevorderen? Absoluut, wat onderling? Ik net al zei, het Readiness Export Initiative is daar een voorbeeld van. Je kunt je aanmelden, je wordt geselecteerd en dan word je begeleid van A tot Z. We hebben heel veel samenwerking met de vertegenwoordigers van de private sector. Laatst heb ik bijvoorbeeld, het is eigenlijk wel een grappig verhaal, er is een lokale kersenproducent die kersen plant, oogst, verwerkt in frozen pulp en dan verzend naar Europa. En er is in Frans-Guyana een partij die maakt yoghurt met kersen. En die kersen komen uit Nederland. Nou, je voelt hem al aan, daar zit geen enkele logica in. We hebben die twee partijen bij elkaar gebracht, zodat de kersen van Suriname naar Frans-Guyana gaan. Dus dat is echt een typisch voorbeeld van hoe wij ondernemers helpen. Oké, dus niet dat mensen zeggen van, oh, ik wil zo'n bedrijf opstarten, ik moet bij CITA zijn. Dat doen jullie niet. CITA is geen, ik kom zelf uit de wereld van venture capital en startups. Wij doen niet aan startups, maar nogmaals, het Readiness Export Initiative is voor KMO's. Dus dat, maar je moet wel al een bepaalde staat van dienst hebben. In die zin, je moet een KVK hebben, je moet een NV hebben, je moet al bestaan. Dus wij doen niet startups, nee.
Oké, nee, dat is het duidelijk. Want ik dacht net, je zei iedereen moet contact maken via de website. Maar ik dacht, stel een kleine ondernemer is niet zo behendig met die dingen. Hoe doet ze dat dan? Nou, een kleine ondernemer kan, tuurlijk. Alleen, kijk, wij zijn niet echt opgericht voor een eenmanszaak. Maar om een voorbeeld te geven, we hebben gesproken met Barbados. Barbados wil heel veel groente en fruit van ons importeren. Nou, dan kan je praten met een grote partij. Maar als die grote partijen er niet zijn, wat doe je dan? Het wordt met een mooi woord genoemd een outgrowers systeem. Dat je 10 of 20 kleine growers hebt die dan leveren aan één grote en die leveren naar Barbados. Dus dat kan zeker. Oké. En zijn jullie afgestemd op een zaak bijvoorbeeld die gaat met andere ministeries? Want een tijdje mochten we niet exporteren naar een bepaald gebied. Dus zijn jullie op de hoogte dat er gewerkt moet worden aan bepaalde standaarden? En hoe doen jullie dat samen bijvoorbeeld met LVV als het aankomt op groente en fruit? Ja. Nee, dat klopt. Kijk, daarom is het belangrijk dat we onafhankelijk zijn. Wij werken met alle ministeries. Natuurlijk, we hebben een mandaat op basis van Bibus, want anders kun je niet opereren. Maar als bijvoorbeeld de partij uit Maleisië komt, nou, wat doen we dan? Dan gaan we praten met het ministerie van Financiën over tax incentives. Dan gaan we praten met het ministerie van LVV over land en bijvoorbeeld pesticidenregels. We gaan praten met het NIMOS. We praten met economische zaken. Dus nee, het is echt wel een samenwerking met de overheid en met de particuliere sector. Want die Maleisische partij die komt voor zijn biopellets, die heeft ook lokale ondernemers nodig voor de toelevering. En zo brengen we dat samen. Dus kunt u al praten over successen? Wel, dus wat ik, het bedrijf uit India is al een succes, maar dat is een klein project. We beginnen met medicijnen, maar die worden steeds groter. Als je kijkt voor mijn tijd, het bedrijf Teleperformance ken je misschien wel, call center. Nou, die is ook hier binnengekomen voor mijn tijd, dus I'm not going to take the credit. Maar dat is een succesverhaal die iedereen wel kent. En er zijn echt een paar hele interessante in de pipeline. Oké. U heeft aangehaald dat al deze investeerders kunnen zorgen voor een werkgelegenheid voor Suriname. Misschien kunt u dat stressen, want als onze kijkers luisteren naar u, dan zullen ze zeggen, ja, wat grote ideeën, maar wat voor baat hebben wij daarbij? Nou ja, het zijn geen grote ideeën hoor. Dit zijn concrete investeerders die komen, waarbij we aansluiten zoeken natuurlijk bij het Nationale Ontwikkelingsplan van Suriname. Ja. Wat ik net al zei, het is voor de kleine ondernemers interessant omdat ze zich aan kunnen sluiten bij de grote, het outgrower model wat ik net aangaf, maar ook met toeleveranciers. Dus de lokale ondernemer heeft hier echt veel aan. De investeerders komen en meestal beginnen ze op nul, toch? Dan moet het land worden gekocht en het land moet worden ontwikkeld en het product moet geproduceerd en moet geëxporteerd. Dat is heel moeilijk om dat te zeggen. We hebben wel businessplannen natuurlijk van wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. En daar staan cijfers in. Maar ja, die cijfers zijn leuk. Ik ben zelf econoom. Het zijn leuk al die meerjaren projecties, maar meestal kloppen ze niet. Dus wij focussen ons in de beginfase meer op 3 dingen. Hoeveel geld wordt geïnvesteerd, hoeveel werkgelegenheid wordt gecreëerd en past het in het Nationaal Ontwikkelingsplan ook nog gekoppeld aan duurzaamheid. Ik noemde net al de term carbon credits. Suriname heeft, zoals u weet, staan we aan de vooravond van een oil- en gasboom. Dat is allemaal prachtig, maar het heeft natuurlijk ook nadelen. Waar Suriname ook rijk aan is, is natuurlijk onze natuur. Als ik even een paar minuten mag. Ja, ja, ja. Suriname is 93% bebost, het meest beboste land ter wereld. Suriname is carbon negative. Dat betekent wij nemen meer CO2 op dan dat we uitstoten. Suriname is energie onafhankelijk. Suriname staat aan het begin van een oil- en gasboom. Dat maakt ons uniek op de wereld. Wat kunnen we doen om geld te verdienen en tegelijkertijd de natuur te beschermen, is door de CO2-productie die we hebben in Suriname, de CO2-opname die we hebben in Suriname, om die via carbon credits te verkopen op de internationale markt. Nou, dan kan je vele honderden miljoenen binnenhalen en zo de lokale economie stimuleren en ons natuur beschermen. Oké. En meneer Gesjurid, u heeft mooie voorbeelden aangehaald over een landbouw. Maar u heeft eerder gezegd dat jullie ook mogelijkheden bekijken voor toerisme. Ja. Kunt u aangeven hoe we Suriname op dat gebied kunnen verkopen? En als er geïnteresseerden zijn van het buitenland die willen investeren in onze toerisme sector? Absoluut. Heel belangrijk. Ik weet niet of dat u heeft meegekregen. Het ministerie van TCT heeft gelanceerd recent Suriname
www.travel.travel. Ja. Dat is een geweldige website, echt op internationale standaard, waar we de wereld laten zien hoe mooi Suriname is. Ik denk dat we dat niet genoeg beseffen. Suriname, zijn biodiversiteit is echt uniek. En ik weet dat iedereen makkelijk zegt het is uniek. Suriname is echt uniek. En dat moeten we verkopen. En dat doen we. Een van de dingen, we zijn bijvoorbeeld bezig met een investeerder die wil een hotel neerzetten bij Sanderij. Waarom is dat belangrijk? Dan denk je, ja, Sanderij, hoezo? Maar de echte ecotourist, en ik heb het niet over de friends and family die in Nederland wonen, maar de echte ecotourist, ja, die is minder geïnteresseerd in Paramaribo. Ze willen eigenlijk naar de luchthaven en dan willen ze het binnenland in. Dus zo'n airport op de luchthaven is perfect. En dan kunnen ze zo genieten van het land. We moeten het verkopen. Als het gaat om onze marrondcultuur. Mm-hmm. Ik heb gesproken met de ambassadeur van Ghana, want wij spreken alle ambassadeurs, want die helpen ons om investeerders aan te trekken. De marrondcultuur van Suriname is traditioneler en authentieker dan de Ghanese in Ghana. Dat moet je verkopen. Mm-hmm. En dat is wat we proberen te doen. Oké. En u heeft al een paar dingen gezegd over oil en gas, maar zijn er concrete geïnteresseerden voor onze oil en gas nu? Absoluut, ik laat het graag over staafolie, maar bijvoorbeeld tijdens de beurs zijn wij benaderd door een Japanse partij. En die willen echt honderden miljoenen investeren in onze offshore industrie. Maar waarom komen ze bij ons? Omdat het niet alleen maar gaat over oil en gas, het gaat ook over de Paris Agreement. Hè? De Paris Agreement gaat over het klimaat. Hoe gaan we ons klimaat beschermen, zodat we niet in Paramaribo Noord onder water komen te staan. Maar de Japanners zeggen tegen ons, ja, we willen, we hebben heel veel geld, maar we gaan dat pas doen als alles wat jullie doen op het gebied van oil en gas, of dat aansluit bij de Paris Agreement. Nou, dan gaan wij met z'n onderhandelingen om aan te tonen dat wij niet alleen hebben getekend voor de oil en voor de Paris Agreement, maar dat wij ook met onze economische ontwikkeling altijd gaan voor wat ze met een mooi woord noemen climate compatible. Dus het moet samen gaan met het behoud van de natuur. Oké. Okay. Nog één vraag, meneer Gushurit. We hebben gesproken over investeringsmogelijkheden, maar wat is onze investeringsklimaat in Suriname? Hoe investeringsvriendelijk zijn we? Nou ja, kijk, je hebt een positief verhaal en een negatief verhaal. Het negatieve verhaal is dat onze investeringswet niet voldoet. Dus hè, als je goed luistert naar onze minister van Financiën, Dragobar Singh, zegt hij altijd, het is leuk wat jullie doen allemaal, maar het gaat om governance. Wat bedoelt hij? De wetgeving moet goed zijn. De instituten moeten sterk zijn. U gaf net al aan, die moet voldoen aan internationale standaarden. Dus dat moeten we als eerste in orde hebben voordat we verder kunnen. Dus als je het zo bekijkt, de investeringswet is een beetje zwak. En we scoren laag op wat ze noemen de Doing Business Index. Ja. Nou, dat is het negatieve verhaal. Het positieve verhaal daarin is tegen dat bij CITA doen we maatwerk. Met andere woorden, als een buitenlandse investeerder bij ons komt, dan is de Doing Business Index scoren wel laag, maar het is eigenlijk niet zo relevant. Want je snapt, als hij bij ons komt en hij moet in contact komen met het ministerie van Financiën, dan is het bij mij één druk op de knop. Terwijl als ze elkaar niet kennen, dan wordt het lastig. Als zij een NV moeten oprichten bij de Kamer van Koophandel, dan duurt het een buitenlander die zijn wegen niet kent 6 maanden. Via CITA is het in 3 weken geregeld. Dus op die manier omzeilen wij door te begeleiden eigenlijk de randvoorwaarden in Suriname die helaas nog niet optimaal zijn als het gaat om wetgeving, kracht van de instituten en process flow, dat soort dingen. Maar hebben jullie bij het ministerie misschien aan de bel getrokken om een wijziging van deze wet voor te stellen? Absoluut, we zijn er ook mee bezig. Oh, okay. Het ligt letterlijk op mijn bureau, de investeringswet, zijn we mee bezig. We zijn bezig met een belastingwet, alleen u snapt, als je alleen maar bezig bent met wachten en aan de bel trekken, dan gebeurt er niks. Dus we hebben een tweesporen beleid. Terwijl we bezig zijn met policy, wetgeving, instituten, zijn we gewoon aan het werk. Ervaren jullie moeilijkheden bij het aantrekken van investeerders op basis van onze economie? Niet op basis van de economie. De Suriname is veel krachtiger en kansrijker dan wij als Surinamers beseffen. Nee, de economie is geen discussie. Wat voor hun een discussiepunt is politieke stabiliteit. Uh-huh. Toch? Daar gaat het bij hun om. Politieke stabiliteit en dat hun rechten beschermd worden. Dus het juridisch kader.
Stel, ik kom naar Suriname en ik investeer 2 miljoen in een factory. Dat niet de president zegt, by the way, dankjewel, die factory is nu van mij. Kijk, dat doet Poetin in Rusland, maar dat doen wij niet in Suriname. Dus zij kijken veel meer naar politieke stabiliteit en het juridische kader. En dat de economie sterk of zwak is, maakt voor hun niet uit. Sterker nog, dat klinkt een beetje raar. Als de economie zwak is, is het voor hun zelfs beter. Maar dan kunnen ze goedkoper aan de slag. Oké. En dan die vraag voor de andere kant. Want ook proberen jullie de Surinamers te helpen exporteren. Hoe gaan zij om met die economische situatie in Suriname? Kijk, daar is het lastiger. Omdat de economie nog niet stabiel is. Heb je aan de ene kant een zwakke munt, wat voor de exporteurs een plus is, maar daar kom ik zo op. Maar de instituten zijn nog niet helemaal up-to-date, zal ik maar zeggen. Laten we blijven bij het voorbeeld van bijvoorbeeld pesticiden. Als je wil exporteren, groente, fruit, dan moet je voldoen aan bepaalde standaarden. En dat is een beetje lastig, daar proberen we mee te helpen. Er is een project nu gaande van de FAO, waar we precies dat doen, met een laboratorium en met ananas. Maar we helpen de exporteurs zover we kennen. Wat ik net al gaf, het voorbeeld van kersen. Het koppelen van bestaande partijen aan nieuwe partijen. Exportbegeleiding naar Barbados. We waren laatst in Jamaica. We zijn bezig om te praten met de Jamaicaanse autoriteiten over de hennepindustrie. Want de Surinamers zijn ook bezig met de hennepwetgeving. Ja. Om te leren van Jamaica en Surinaamse ondernemers te koppelen aan Jamaicaanse. Dus op die manier proberen we de export te bevorderen. Oké. Ik heb geen andere vragen, meneer Gucherit. Is er iets dat ik heb gemist, dat u nog wilt aanhalen? Nee, wat mij betreft hebben we alles besproken. Dus ik ben dankbaar dat ik bij u aan de tafel mocht zitten. Zo, kijkers, je hebt het gesprek gehoord met meneer Henk John Gucherit. Hij is de CEO van CITA en heeft ook gehoord wat de investeringsmogelijkheden in Suriname zijn en wat de mogelijkheden zijn voor Surinaamse ondernemers als ze willen exporteren naar het buitenland. Mijn naam is Richelle Maknak en samen met cameraman Revelino Tjuntaksen maakte ik dit verslag voor u. Gaat u nog niet weg, want mijn collega Sifra Goudland heeft een andere deel voor u. Suriname herdacht onlangs 160 jaar afschaffing van de slavernij. Een groep zegt 160, een andere groep zegt 150. Dit en nog veel meer. En ook nog, de koning van Nederland heeft excuses aangeboden voor alle gruwelijkheden die zich hebben voorgedaan tijdens de transatlantische slavenhandel die zich heeft afgespeeld in Suriname. Dit en nog veel meer in dit deel van In Gesprek Met. Meneer Weegade, goeiedag en welkom in Gesprek met. Goeiedag. Zoals ik in mijn intro aangaf, we hebben onlangs de herdenking van de afschaffing van de slavernij herdacht. Waarbij we kunnen zeggen dat het ook een historisch moment was, want de koning van Nederland heeft excuses aangeboden voor de gruwelijkheden die zijn voorouders, onze voorouders, hebben aangedaan. Als voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Renamang, wat betekende die excuses voor u als ook een nazaat? Ja, ik moet zeggen, het heeft veel betekend voor mij. In het begin heb ik altijd gezegd, het heeft niet zoveel waarde. Maar de manier hoe de koning het verteld heeft, gezegd heeft, heeft een diepe indruk op me gemaakt. Hij heeft het heel emotioneel gebracht en hij heeft nog iets aan toegevoegd. Niet alleen die pardon, maar dat hij zegt dat hij het heel erg vindt dat dit gebeurd is. En dat heeft hij gedaan vanwege het feit ook dat hij zich persoonlijk georiënteerd heeft in de Antillen ook. Waardoor hij met mensen gepraat heeft die zeg maar van de derde generatie, die de slavernij, het verhaal gehoord hebben van hun voorouders. Het is heel emotioneel gedaan. Het heeft een paar tranen laten. Losmaken, ja. Oh, zo, dan mag ik best wel geloven dat het... Ik denk dat het voor
heel veel groepen mensen. Mensen vonden van niet de premier moesten afgelopen december de excuses doen. Ze wilden het zelf van de koning horen, want hij is een letterlijke nazaat van zijn voorouderen. Ik neem aan dat het een stap is in de goede richting. Ja, een bijzondere stap. Ik moet zeggen dat Rutte het als deskundige op het gebied van historie heeft het geweldig goed gedaan. Het was een heel goed technisch verhaal waar hij zegt excuus en dat onmenselijk was. Heeft hij allemaal goed verwoord, maar de koning heeft het een beetje emotioneel verwoord. En heeft een schepje aan toegevoegd. En het gaat direct om zijn familie. En dat maakt het zo echt. Want hij is een nazaat. Zijn voorouders hebben dit gedaan met ons. En dat maakt het zo echt. Rutte is niet een nazaat. Dat is, dat is een burger, een Nederlandse burger. Maar hij is er direct bij betrokken geweest, zijn voorouders. En dat vond ik geweldig, ja. Ja. Wat moet dit verder betekenen voor de zwarte mens van Suriname die echt afstamt van de tot slaapte? Nou, het heeft een hele diepe betekenis. Ik hoop dat het net als bij mij een bijzonder indruk gewekt heeft. Zal bij velen ook een bijzonder indruk wekken. Want, kijk, we zijn allemaal mensen. Mensen doen dingen. En dat deze erkent dat zijn voorouders dit gedaan hebben, dat het onmenselijk. En hij vraagt pardon voor deze. Pardon en excuus tegen de wreedheden. En dat zal maken dat wij nog dieper gaan beseffen dat we niet kunnen blijven klagen over het verleden, maar dat we eruit moeten komen. En dat is de grote plus van de uitspraak van de koning. Dat wij kunnen stevig gaan werken aan die doorwerking die de slavernij, wat zijn voorouders met ons gedaan hebben, dat het doorwerkt tot heden. 160 jaar geleden is de slavernij afgeschaft, maar dat het nog steeds doorwerkt bij ons. En we ondervinden nog steeds hele grove, tastbare nadelen ondervinden van, denk maar aan de sociaal, economisch, maatschappelijk en de ontwikkeling van ons, merken we dat wij, omdat we zo'n prachtige samenleving hier hebben waar meerdere etniciteiten zijn, en die etniciteiten die geen last hebben hiervan gehad in de koloniale tijd, en wij hebben het van de slaventijd gehad, en hoe doorgewerkt is bij ons dat het sociaal, economisch, maatschappelijk op een, bijna geen groei geweest is. En dat getuigt dat dit diepe wonden geslagen heeft bij ons. En dat hij het bevestigt en dat wij hard moeten gaan werken aan en er is een som geld vrijgemaakt om te werken aan die doorwerking. En wij moeten niet maar praten over die doorwerking, maar moeten programma's gaan maken om te werken aan de gevolgen van die slavernij op ons. Sociaal, economisch, maatschappelijk, wetenschappelijk, etc. Uw federatie timmert van het jaar al 25 jaar, of 27 jaar, sorry, aan de weg om de afstammelingen van de slaven hun ogen te openen, maakt niet uit bij welke gelegenheid. Maar er wordt vaak ook aangegeven dat de blanke mans geen eenheid hebben. Deelt u ook dezelfde mening? Dat deel ik. En dat is niet vreemd. Je hoort naar al die reacties. Ze zijn allemaal verschillend. We hebben 6 tribes. Ik geloof je hebt 6 verschillende meningen. Hier in de districten. Wij zijn in de tot slaafgemaakte. Die slaaf gebleven zijn. De anderen hebben zich vrijgemaakt. Die zijn in 6 stukken verdeeld. Maar wij die als slaaf gebleven zijn. Zijn ook in 6 stukken verdeeld. De districten. De houtslaven. De huisslaven, de indigo-slaven, de suikerrietplantageslaven, de slaven die aan cacao, koffie hebben gedaan. Dus er zijn, en daar is er een stukje bij, dat ondersteunend aan de slavernij moet ik zeggen, dat zijn de grote kerken geweest, die hebben dat stukje dat ik noem Gods gegeven, jouw beschaving, jouw geloofsovertuiging, hebben ze gecriminaliseerd door te zeggen dat het heidens is, dat het duivels is.
En tot heden heb je, kan je, als je aan de boven Suriname gaat praten, nog van heidendorpen. Omdat die mensen hun, wat God ze gegeven heeft, dat is je rituelen, je zang, je dans, je drum, je taal, je culinair, de manier hoe je vist, dat is allemaal, dat heeft alle etniciteiten hebben dat gekregen van onze lieve Heer. En dat is zoiets belangrijks, dat is jouw identiteit. En als je geen identiteit hebt, heeft een belangrijke man gezegd in de dubbele wereld, dan ben je net een boom zonder wortels. En dat is met ons gebeurd. We zijn onze identiteit kwijtgeraakt, moet ik zeggen. We hebben niet voldoende waardering voor onze eigen beschaving. Je culinair, je zang, je dans, je rituelen bij geboorte, bij volwassen worden, noem maar op. En dat zijn de dingen. En dan kan je een moeilijk planning maken. En het is onder druk gezet. Het mocht niet vanwege de staat en de kerk toen, waardoor je het niet kon ontwikkelen. Beschaving, of anders zeggen cultuur, ik probeer juist het woord cultuur niet te gebruiken, want ik zeg, er is een duidelijke scheiding tussen godsdienst en je normen en waarden. En dat heeft men verboden. En cultuur of beschaving is levend. Dat betekent dat het de ruimte moet hebben om zich te ontwikkelen aan de hand van de ontwikkeling. De sociaal-economische maatschappelijke ontwikkeling. Dan ga je verandering krijgen in jouw rituelen, in je doen en laten. En omdat het onder druk was, het mocht niet, kon dit zich niet ontwikkelen, positief ontwikkelen. Heel wat dingen hebben zich negatief ontwikkeld, die niet in belang van ons zijn. En daar hebben we nog meer reden om te schelden op onze beschaving. En ik denk dat de kerk hier een belangrijke rol te vervullen heeft om te zorgen, om te zeggen ook en aan te geven met broeken en chimoni, zeg maar, om uit te leggen hoe het gekomen is dat wij een enorme sociaal-economische maatschappelijke achterstand hebben. Want het is niet alleen schoolopleiding, maar het moet hier goed zijn. Als het hier goed is, dan heb je een blijvende groei. Alleen de hele mensen met een geweldige IQ hebben geen last van, die leren maar. Maar als je een goede beschaving hebt en je weet wat je bent, je hebt waardering wie je bent, en dan kan je ook vlot ontwikkelen en je kan je vrij voelen als mens en je kan je goed ontwikkelen. En daar moeten we gaan werken aan. Er is ook een, ik zal maar niet zeggen, er zijn twee groepen van organisaties, nee, niet organisaties, maar ik bedoel, er zijn twee kanten waar de ene groepering zegt de afschaffing van de slavernij is 160 jaar, een andere groepering vindt is 150 jaar, want de mensen waren nog verplicht 10 jaar te werken onder het staatstoezicht. Als iemand die zoveel jaren ervaring heeft met dit soort dingen, welke van die twee getallen denkt u dat van belang is? Ik zou onze voorouders geen dag langer willen laten in slavernij. Dat betekent voor mij 160 jaar. Omdat er moet een duidelijk verschil gemaakt worden dat die 160 jaar moesten we doorwerken. Maar dat betekent dat dat je een vertalend stuk was, afgelopen was. Je was een contractarbeider geworden. En we moeten op een of andere manier werken. En Nederlands taalkundig is het, als je verplicht bent te werken, dan kan je niet praten dat iemand vrij is. Maar dat is dan nonsens. Want je moet nagaan dat als ik werken zou je altijd moeten. Want je krijgt een salaris, maar het hangt af onder welke omstandigheden moet je werken. Als je onder omstandigheid als slaaf werkt, of je werkt onder omstandigheid van contractarbeid, is een groot verschil. Als slaaf heb je bij een vertalingsstuk, men mag doen wat je wil, kan men doen met je. Men kan je doodslaan, men kan malingeren, men kan je laten werken tot middernacht. Maar als het moment dat je contractarbeider bent, waar zijn de regels verbonden aan. En dan ben je mens. Vanaf dat moment zijn onze voorouders als mens gezien. Natuurlijk zal het een stukje gekapte vorm zal zijn, maar ze hebben het gehoord. De koning heeft het, de Allecrème heeft gezegd,
Je bent vanaf 1863 vrij, niet 1873. Je bent vrij als mens en je bent, je moet doorwerken 10 jaar, maar dan ben je contractarbeider. En dat is een heel, heel, ik zou mijn voorouders geen dag langer in slavernij willen. Want men kon doen, heb je, je bent een inventaris, dagobedri, als je inventarisstuk bent, als je geen mens bent, een nummer ben je. Dus een, ik zou de mensen willen zeggen, we houden van nieuwigheden, omdat het taalkundig een nieuwigheid is. En dan kijken we niet eens van wat is de gehalte van 10 jaar doorwerken als contractarbeider en als je als slaaf door zou werken. Het is een heel groot verschil. Dus ik denk dat dat heel duidelijk moet zijn, dat we ons niet zozeer, omdat iemand van ons gepromoveerd is in Duitsland, op het stuk van een... is het 150 of is het 160 jaar? En dan is het inderdaad taalkundig 150 jaar. Hè? Niet 160 jaar. Maar dat is mijn antwoord daarop. Ja. Maar ik heb ook begrepen van mensen die, vooral jongeren, die geschiedenis hebben gestudeerd, bekeken het vanuit een andere bril. En ik hoorde twee historica's erover praten. En zij gaven aan... Niet ieder was verplicht om te blijven en niet ieder is ook gebleven. Mensen die hun oude slavenmeesters en hun basha's niet meer wilden zien, zijn weggetrokken. Anderen zijn gebleven omdat ze geld wilden verdienen. Ja, en ze mochten op een andere plantage werken. En ik heb dat ook begrepen van als heel wat van bepaalde plantage nazaten, hun voorouders niet hadden gewerkt, hadden ze misschien... 15 jaar later of 20 jaar later die plantages niet kunnen kopen. Dat klopt, ja. Je moet nagaan. Als je plotseling opstapt een dag, ik ben een inventarisstuk en ik ben plotseling mens. Je weet niet om te gaan mee. Maar als je 10 jaar van tevoren weet dat je over 10 jaar mens wordt, dat je vanaf dat moment word je vrij. Dat betekent dat je kan voorbereiden op na die 10 jaar. Je zou kunnen kijken naar wat ga ik doen na die 10 jaar. Waar ga ik wonen? Waar wil ik graag gaan wonen? Wil ik naar mijn familie gaan, bijvoorbeeld in Parra, omdat ik in Kommerwijnen zit. Je kan heel wat voorbereiden. Je kan geld gaan sparen, want je krijgt geld als contractarbeider. En vele mensen in Parra, bijvoorbeeld de houtplantage, hebben plantages gekocht. En we moeten niet vergeten, het kopen van plantage is niet zo zelfsprekend. De houtplantage heeft mij haast niks geïnvesteerd, want het is halen uit het bos. En de landbouwplantage moet men sluizen bouwen, dammen, kanalen, sloten. Men heeft heel wat geïnvesteerd, de kolonisator. Dus die wilde het niet kwijtraken. Ik heb zelf gewerkt als jonge landbouwkundige op plantages in Kommerwijnen, die van de slavernij toen behoorden. En die waren nog steeds productief gebleven. Dus dat moet mij ook meenemen. Niet zomaar dingen zeggen. Het heeft duidelijk, en trouwens hebben we gezien, de mensen die op de suikerplantages waren, vooral de suikerplantages, was het tofste slaaf, het tofste arbeid was op de suikerrietplantage. En die zijn massaal in 1873 naar Paramaribo gekomen. Daar heb je al die straten gekregen, Koningsstraat, dit straat, plein van 12 mensen gekomen, is na die periode. Omdat ze daar niet willen blijven. De mensen op de houtplantage zijn gebleven op de houtplantage. Want daar hadden ze je was in je eigen sfeer. Kriki de, Liba de, en Boussi de, Kago Onti. Maar op een suikerrietplantage of koffie kan je niet meer jagen. De wereld is al weg. Afgelopen week hier zich ook iets voorgedaan waarbij wij bezoek hebben gehad. Van mensen zeggen royalties vanuit verschillende Afrikaanse landen. Die zijn gekomen om vicepresident Ronnie Brunswick te kronen tot koning van de zwarte mens van Suriname. Als voorzitter van de Federatie voor Afrika Suriname, was u hiervan op de hoogte? Wat is uw mening hieromtrent? Ik was er niet op de hoogte. Ik was plotseling geconfronteerd met dat de vicepresident tot... koning benoemd zal worden, bekroond zal worden. En dat is natuurlijk door mensen die geen overleg gepleegd hebben met ons. Mensen die ons in het moederland eigenlijk gedehumaniseerd hebben. Van,
van mens tot een inventaris, want daar is het begonnen. Niet in de nieuwe wereld hoor. In Afrika is het begonnen, je moet nagaan, men ging de mensen roven. Ik ben in Afrika geweest, dan vertelt iemand me dat ze wacht moesten houden voor hun dorpen. En dat mensen kwamen roven s'avonds met geweren en zwarte mensen. En dan geketend brachten ze aan de kazel, aan zee. En dan werden ze verkocht daar aan zee, gingen ze in de kazel voor misschien 2 maanden lang. En daarna kregen ze een stempel door onze eigen Afrikaanse broeders, kregen ze een stempel op de rug dat ze slaaf zijn. En dan werden ze op de boot gezet, 6 tot 8 weken, tot 2 maanden voordat ze Suriname zijn. Als het Suriname zijn, ja, dan zijn ze geen mens meer. Dan voel je echt een inventarisstuk. En dat is niet goed. En die mensen komen na 160 jaar afschaffing slavernij, dus 500 jaar geleden hebben ze dit bij ons gedaan, dan komen ze voorstellen doen om in ons eigen land een disrespect hebben naar onze eigen leiderschap hier in het land. En dan komen ze iemand benoemen tot koning. Die verwarring die je brengt is afschuwelijk veel verwarring. Je moet je voorstellen dat je iemand tot koning maakt. Wat gebeurt er met die andere traditionele? Wij kennen in onze wetgeving kennen we geen koning. Dat betekent dat je een stukje verwarring brengt met die traditionele leiders. Wie is dan, die waren zelfstandig in tribes verdeeld. Wat gebeurt met die? Dus je brengt geen eenheid, je brengt een splitsing, je brengt spanningen tussen de groep. En het vervelende van is met een bepaald verleden, als je dan een negatief verleden hebt, een drugsverleden zeg maar, kan je moeilijk. Als je koning bent, dat betekent dat je meer ruchtbaarheid geeft aan die koningschap en aan Suriname, dat onze leider aan dit soort dingen doet, die verderfelijke dingen doet. En dat is niet in belang van de man. Daar heb ik ook gezegd, je moet het absoluut afwijzen. Want het is niet goed voor het gezin, niet goed voor de persoon, niet goed voor de tribe, maar ook niet goed voor de Afro's in Suriname. En ook niet goed voor Suriname, als je, zeg maar, dat je een reclame maakt dat je criminele praktijken daarvoor gehad hebt, is het nooit goed. Dus dit kunnen we niet tolereren. En we zijn geen lamme hondjes die maar iemand komt van buiten zeggen, dit kan niet, dit is absoluut, dit is ongelooflijk bijna. Ik heb me trouwens, ik wil er niet eens reageren op, ik heb gezien hoe boos mensen waren. Mensen waren heel erg boos. En toen een of andere station me vroeg om commentaar te geven, ik zei oké, ik zal het doen, want dit kan je de mensen niet aandoen. Die waren helemaal in de war geraakt door een dergelijke gebeurtenis. Van een staatspersoon, de tweede man van het land. Dan begrijp je dat. Gelukkig heeft de minister van Buitenlandse Zaken heel duidelijk gezegd. Nee, dit is een private aangelegenheid. Het heeft niks te maken met onze staatsbestel. En daar was ik heel blij om ook. In ons vorige gesprek hadden we het over Winawang gemeenschapsproject. Wat moeten we precies daaronder verstaan? Laten we hopen dat het te maken heeft om de zwarte, de daarzaad een beetje bij elkaar te brengen. Want hoe je draait of keert, we zijn allemaal bijeen. Alleen is de ene in het binnenland gegaan en de andere zijn iets dichter bij de kust gebleven. We zijn met boten hier gekomen uit Afrika. Het is jammer genoeg dat Afrika geen land is, maar het is een werelddeel. Waardoor we uit verschillende landen uit Afrika hier gekomen zijn. Dat brengt aan een beetje verschillen. In denken en in doen. Maar we zijn allemaal hier gekomen als slaven. Niemand moet denken dat hij niet als slaaf hier gekomen. Allemaal zijn hier als slaaf gekomen. Dat de ene vroegtijdig gestopt is. Ik heb ook gezegd, van degene die vroegtijdig gestopt zijn met de slavernij. De kolonisator had geen enkele bedoeling, positieve bedoeling met de groep. Want de groep is 130 jaar eerder uit de slavernij gekomen. Maar ze zijn geen centimeter beter geworden dan de anderen die in slavernij gebleven zijn. Dus we moeten niet zo trots zijn op dingen. We zijn nummer 1. Nee, we moeten niets dat ontdeelt moeten we gaan stimuleren. We moeten zeggen, wij zijn Afro's uit Afrika. En men heeft met ons gedaan, op bepaalde manieren heeft men met ons gedaan, de kolonisator. En dat heeft ons geen vruchten opgeleverd. En dan gaan we samen nu, ik neem altijd de voorbeeld van Oost- en West-Duitsland. Men heeft een muur getrokken tussen Oost- en West-Duitsland. West-Duitsland had een heel goed leven.
En toen het zover gekomen is dat die muur kapot moest gaan, hebben ze kapot gemaakt en is één natie geworden, Duitsland. En dat is op een gegeven moment dat we offers moeten brengen voor elkaar. En niet gaan kijken, mimoro beter en dat is. Nee, het moet alles wat ons deelt moeten verbannen en begraven en wegsmijten. Dingen die ons bindt, dat moeten we accepteren en daarover praten. En dat moeten we gaan doen. Maar we moeten niet een nu is slavernij afgezet. We hebben nu wordt er zo lang gepraat. Het is al gepraat over vrijkomen, de excuses. Maar wat doen wij? Recentelijk pas heeft het parlement zich gebogen over wat is ons standpunt. En dat dit al zo lang. Nee, je zal vroegtijdig moeten beginnen. En zelfs Nederland die gezegd, pardon, heeft nu al, een paar maanden geleden is er een meeting geweest in het Rumhuis waar ze de ambassadeur mensen heeft opgeroepen om mee te praten. Zeker 150 mensen was ook erbij. En van hoe moet het programma eruit zien om de gelden aan te vragen om aan de vernietigende doorwerking van de slavernij. Hoe moet je het geld aanvragen om daaraan te werken? Maar wij zelf hebben nog niks gedaan. We praten, we schelden elkaar, we maken ruzie over dat geld die nog moet komen. We hebben niks gedaan, formeel nog, om eraan te komen. Die 200 miljoen die beschikbaar is in één pot om te werken aan de doorwerking. De Surinaamse samenleving mag altijd blijven praten over wat zich heeft afgespeeld. Want men geeft ook altijd aan, je moet vergeven, maar sowieso niet vergeten. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood. De herhaling is morgenavond om 8 uur op kanaal 12.2. We zijn er volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan.